Ja, heel leuk dat je kijkt weer naar de nieuwe aflevering van Find the Creator. Welkom bij deze vlog. We zijn aan het schoonmaken. Ja. Van tijd tot tijd moet je door je huis heen gaan en de rommel weggooien die je niet meer gebruikt. En nu heb ik wel heel veel om te doen in huis. Ik probeer rust te creëren. Ik probeer mezelf te healen. En ik probeer een schoon huis ervoor terug te krijgen. Dus kijk gezellig met me mee wat ik je nu laat zien. Is echt ongelofelijk. Ik heb meer dan 5000 euro hier aan kleding wat we gaan afstorten. Laten we hopen dat het ergens goed terecht komt. Maar ik heb er niets meer aan. En dan ga je zo vertellen waarom niet. Kijk, ik sta bij een groene container. Hier mag textiel in. Ik was namelijk zelf ooit eens een keertje 60 kilo zwaarder. En we horen wat op de achtergrond. 60 kilo zwaarder en al die kleding die heb ik bewaard. Om er ooit eens een keertje wat mee te gaan doen. Nu heb ik een punt bereikt in mijn leven dat ik daar eigenlijk afscheid van wil nemen. En dat gaan we ook, doen. Er is een Japanse, is het een wetenschapper? Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. Maar bijvoorbeeld Marie Kondo wordt ook wel eens aangehaald. Of is een methode voor het, ja, wat is het, organiseren en opschonen van je leven en je geest, denk ik. Dus ik heb een aantal dingetjes daarvan wel gezien en begrepen. En wat heel belangrijk is, als je afscheid neemt van items, persoonlijke items, omdat je die recycelt of je geeft ze weg, om daar even een moment voor te nemen en bewust bezig te zijn met het afscheid nemen. Of dankjewel zeggen van het item wat je hebt mogen gebruiken, waar je zelf mee hebt gekleed. Waar je ongetwijfeld heel fijn in hebt gevoeld. Dus de items die ik pak, die zal ik gooien in deze container. En dankjewel zeggen. Het heeft me goed gekleed. Maar nu moeten we afscheid nemen. Dus 60 kilo lichter, dan moet je ook wat. Hè? Dus kijk gezellig mee hoe ik lekker aan het schoonmaken ben. We beginnen hier met een hele oude jas. Ik zei net 5000 euro, maar geloof me, ik ga deze heel even omhoog doen. Dit gaat meer richting de 10.000 euro, omdat ik vergeten ben dat ik heel veel kostuums heb die ik allemaal niet meer draag. Ik ging vroeger fanatiek naar de kerk, tegenwoordig niet meer. Dus ik heb meer dan 10.000 euro hier aan goederen die ik ga doneren. Deze jacka. Ik zou bijna zeggen, waarom gooi je het weg? Om afscheid te nemen. Om je iets nieuws te geven. Sterker nog, deze dingen die hebben 3 jaar. Nee. We gaan bijna richting 4 jaar. 3 jaar hebben deze in de opslag gelegen. Op zolder. Ik heb er zeker een jaar plus niet naar gekeken. Wil zeggen dat je afscheid neemt. De bedoeling was om van mijn overhemden, die ik nog heb, om daar een dekentje van te maken. Het is me niet gelukt om iemand te vinden die daar een deken van kan maken. Om dat in stukjes te knippen. Al die honderden overhemden die ik heb. Om daar een hele mooie deken van te maken. Ik wou het zelf gaan doen. Uiteindelijk, weet je wat, laat maar. Afscheid nemen. Groeien, vooruitgang. Dat is eigenlijk hier het doel. Dus dit is wat ik eigenlijk aan het doen ben. Dus kijk lekker gezellig mee. Dankjewel. En zo gaan we verder en verder en verder totdat die hele auto leeg is. Ondertussen word ik in de gaten gehouden. En zijn mensen aan het kijken uiteraard wat ik aan het doen ben. Maar jullie kennen me nog niet, hè? Dus wanneer ik die dingen in die kliko heb gegooid, laat het in die kliko. Of laat het in die koude container. Ik ga dus straks mijn auto parkeren en stiekem terugwandelen. Te kijken of mensen gaan vissen en graaien uit die container. Je gaat zien wie ik ga schreeuwen hier op camera. Blijf kijken.
Nou ja, ik doe nog een poging om te bellen. Nee, laat maar. Ik heb nog een halve poging gedaan om te kijken of iemand erin geïnteresseerd is. Vooral de spijkerstoffen die ik heb. Dat zou wel interessant zijn om niet hierin te gooien, maar dat vrienden van me die dingen maken van spijkerstof, dat wellicht vinden. Maar dat wordt niet opgenomen, dus we gaan lekker verder waar we mee bezig zijn. Ha. Dus laten we heel even kijken, mensen. Wat het dan betekent om 60 kilo lichter te zijn, want daar gaat het om. Ik ga een aantal kledingstukken laten zien. Dit is ook voor mijn eigen archief. Ik heb dit ook nog nooit vastgelegd. Maar kijk, als we zeggen 60 kilo lichter, hè. Ik bedoel, dit was wel een van mijn grotere broeken. Maar alsnog, dit is wat ik moest. Hallo. Snap je? Zal ik heel even die camera naar achter gooien? Nee hoor, ik ga even op die berg staan gewoon. Snap je? Hallo. Dan snap je wel dat het een wereld van verschillen is en waarom ik dit nu aan het doen ben, hè? En dat project van, hey, we gaan lekker iets leuks ervan maken van die stof. Wel, dat bewaren ze maar voor aan de andere kant van de wereld. Dat ze iets met die stof gaan doen. Maar dit is het resultaat. This is the result of me losing 60 kilos. Guys, ongelofelijk. Maar we gaan verder. Ja, mazzel. Shit, met prijskaartje. Maar deze heb ik zelf bedrukt, dus deze gaat weer terug naar huis. Hahaha. Grote, gigantisch grote overhemden. We gaan beginnen. Dit is een bijzonder stuk waar ik nog een hele mooie foto van heb. Toen ik ongeveer 16 jaar geweest moet zijn. We gaan nu het stuk voor eeuwig digitaliseren. Het zal, maar toen was ik wel wat kleiner uiteraard, want ik was heel jong. Maar de maat 102 wil ik heel even onthouden en digitaal archiveren nu bij deze. Want daar ga ik later wat mee doen. Ik ben nu een ander heel bijzonder pak van mezelf tegengekomen. Dat is het pak waar ik in was gedoopt als christen. Ga ik dit bewaren? Ja, nee, ja, nee. Dit soort dingen vind ik eigenlijk extra en bijzonder moeilijk. Weet je waarom? Omdat dit de items zijn die heel erg dicht aan mijn hart staan. Hier heb ik echt een emotionele of een soort van een waarde hecht ik hier aan. Ik bonk het nog steeds weg. Kijk, voor de mensen die mij persoonlijk kennen, weten wat ik allemaal heb meegemaakt in mijn leven. En dan zou je in die context meer snappen dat het me interesseert om dit te bewaren tot in alle eeuwigheid. Als je huis in vlammen opgaat, heb je ook niets meer. En zo is mijn huis figuurlijk en letterlijk, niet letterlijk, maar figuurlijk gezien, is mijn huis heel vaak in vlammen opgegaan. En niet door eigen schuld of zo. Maar nu is er geen ramp. Ik ben goed, ik ben oké, tussen haakjes. Ik neem zelf nu afscheid van de items. Op een goede manier. En nogmaals, ik heb er 3 jaar over gedaan, 3 jaar plus, hè. We zien hier kleding dus terugkomen die ik over de afgelopen, nou niet, ja, ja, zullen we zeggen 14 jaar, wat hier ligt. Niet alles van 14 jaar, er zijn een aantal keystukken die 14 jaar oud zijn, maar 14 jaar zien we hier eigenlijk liggen. We gaan afscheid nemen van mijn mooie witte dooppak.
Hoi, hoi. Dankjewel. Ja, dat was echt een heel bijzonder stuk. We gaan lekker verder. Dit is een bijzonder stuk. Dit is van het ziekenhuis. Toen ik in het ziekenhuis lag, toen ik bijna dood was. Dit stuk gaan we wel mee terug naar huis nemen. Puur niet om wat het betekent, wat fuck dat. Ik leef nog. Dit is natuurlijk geweldig wanneer we een scène moeten opnemen. In de chirurgenkamer, wat is het, de operatiekamer. Dus deze gaat sowieso als prop weer terug in die auto. Ik heb nu 2 items toch nog bewaard. Ik ga zo laten zien in totaal wat ik heb. Maar ik doe mijn best om niets te bewaren uiteraard. Dan komen we bij het laatste item, het laatste kledingstuk wat zal worden gedoneerd. En daarna ga ik diep om te kijken of de mensen in dat ding gaan graven, maar goed. Ja, het laatste stuk. Een van mijn favoriete overhemden ook. Kijk hoe mooi die stof. Kijk hoe mooi die stof. Mijn stijl is ook heel erg veranderd, dus dit is, mijn stijl is lekker casual of super, 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 super strak. En niets meer daartussenin. En dit zit er eigenlijk tussenin. Maar ik heb me heel erg lekker gevoeld. Maar ook heel erg kut gevoeld in deze kleding. Dankjewel voor het kijken. Ik ben Find the Creator. Ik maak content op het internet. En vind je dit soort video's interessant, leerzaam? Zou ik zeggen, abonneer. Zal leuk zijn. En zo steun je mijn kanaal. Bedankt voor het kijken, Find the Creator. Dit was heel, heel erg goed voor me. Dankjewel.